De film gaat over Jasmine, een meisje van 16 die in Nederland woont samen met haar Surinaamse vader. En op zoek gaat naar haar moeder in Suriname. En ze krijgt de kans om mee te doen aan een songcontest samen met Surinaamse talenten. En eigenlijk gaat ze met twee verschillende missies hier naar Suriname toe. Ben jij wel eens in Suriname geweest? En? Het is ons gelukt. Niet. We gaan naar Su. Wat was dat? We mogen meedoen aan een muziekworkshop in... In Berlijn. Een studiereis naar Berlijn? Voor heel veel studiepunten. Ja. Heel veel studiepunten. Wat is het thema van die film? Het gaat heel erg over waar kom ik vandaan, wie ben ik, wat zijn mijn ambities, hoe ontwikkel ik me en daar gaat de film over. Ik hoop dat er op een dag plek is voor mij, plek is voor mij. Kent u deze vrouw? Waarvoor zoek je deze vrouw? Weet u waar ze is? Ik ben op zoek naar mijn moeder Grace. Ja, en dus? Denk je af en toe aan mij? Ik blijf wachten tot we samen zijn. Is dit nou een Nederlandse film die zich in Suriname afspeelt? Of is het een... Wat is het? Ja, het is een goede vraag. Wat is het precies, een film? Is het een Surinaams-Nederlandse film? En, een heel groot gedeelte, bijna 80% van de film speelt zich hier in Suriname af. Alleen het begin is in Nederland van de film. Dus, en voor mij was het echt, als het gaat om het gezicht van de film, er zitten gewoon zoveel Surinaamse cast in, is het ja, toch een heel groot gedeelte echt een Surinaamse film. Dit is een Pokémon. Sorry, wat? Pokémon's, muzikanten. Zijn een duo. Dus jullie zijn geen vriendje en vriendinnetje? Nee. Waarom moeten wij naar die film gaan kijken? Omdat het heel vrolijk is en heel Surinaams is. En Suriname op een hele positieve manier wordt weergegeven. Je wordt er echt trots van, je wordt er blij van. En in deze moeilijke tijden helemaal een reden om naar die film te gaan. Want het geeft je een beetje lucht. Je krijgt hoop ook als je het ziet. Als je de ambitie erin ziet, de energie erin ziet, de muziek hoort. Allemaal reden om te gaan. Ik zie absoluut aanraden. Ik geef jullie nu een week de tijd om je eigen lied te schrijven. Je eigen verhaal. Uiteindelijk staat er maar één van jullie op het podium naast Kenny B. SLM komt goed te zien in die film. Onze brandname komt te zien, ons vliegtuig komt te zien, de airport wordt gezien, Suriname wordt gezien en Suriname Airways is natuurlijk een deel van Suriname. En daar neem je Suriname en het toeristische van Suriname mee. En ik denk dat de SLM een goede keuze heeft gedaan om hieraan te sponsoren. Dames en heren, welkom in Spanje, Suriname. Hier is het lekker heet met een temperatuur van 35 graden. Undoro. Het is gelukkig dat wij hebben meegedaan. Om Sing Song te sponsoren. Het is een geweldige productie. Eddie zei het al, het is een familiefilm. Je zingt mee, je danst mee, je voelt mee, heel veel emoties. En het is een prachtig verhaal dat is neergezet geworden. Nou, eigenlijk zijn er ontelbaar veel redenen om naar deze film te gaan kijken. Het is echt een ontzettende vrolijke, positieve, leuke film. Die een heel eerlijke weerspiegeling geeft van Suriname, van de cultuur, van het land, van de natuur, de mensen. Er zit heel veel muziek in, er wordt in gedanst. Je wordt er gewoon heel vrolijk van. En het is ook voor iedereen leuk, voor jong en oud. En ja. En ik denk dat heel veel jonge meisjes zich kunnen vinden in de rol van Jasmine. En vooral dat het leuk is, omdat er zijn heel veel jongeren die zich een beetje inhouden qua hun talenten en wat ze willen doen, omdat ze bang zijn. Maar ik denk dat als ze naar deze film zullen kijken, dat ze wel zullen denken van oké, ik kan wel wat proberen of het ziet er wel leuk uit of ik kan het gewoon doen. Gaat Steentje niet mee? Steen, kom mee nog!
Is het een liefdesfilm of is dat niet het belangrijkste in deze film? Ik zou sowieso niet één stempel erop willen drukken. Want er zit van alles in. Ja. Er zit liefde in, er drama, zit drama. Comedy. Het is humor. Het is musical-achtig. Dus het heeft heel veel verschillende kanten eigenlijk. Voor mij is hij perfect. Ik weet wat aan met hem. Ik zie hem wel zitten. Ja, je weet niet wat je hebt. Straks loopt hij bij de hand. Pas op dat jij jezelf niet brandt. Dan wordt je hart gebroken en zet hij je aan de kant. Het is your song. Sing your song.